Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 21 april. Het wordt een mooie lentedag vandaag met veel zon. Vanuit het zuiden komt er wel wat hoge bewolking binnenschuiven, maar het blijft gewoon de hele dag droog. Vanochtend is het na een koude nacht zo'n 5 tot 7 graden. En zoals gezegd, de zon die schijnt overal. Er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Vanmiddag kan het dan zo'n 14 tot 18 graden worden. Vanuit het zuiden wordt dan wel de hoge bewolking zichtbaar, maar de zon heeft daar niet al te veel moeite mee. Vanavond trekt de bewolking verder naar het noorden. De temperatuur die ligt vanavond zo tussen de 9 en de 13 graden. Morgen dan zijn er duidelijk meer wolkenvelden. Ik denk toch wel dat in het noorden en in het midden de zon af en toe doorbreekt. Het wordt smiddags zo'n 10 tot 12 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind. In de avond gaat het mogelijk wat regenen in het zuiden. Vanaf zaterdag wordt het duidelijk wisselvalliger weer. Iedere dag vallen er wel een aantal buien en er kunnen pittige buien tussen zitten, mogelijk ook met hagel en onweer. En de temperaturen die gaan flink onderuit. De maxima liggen zaterdag tot en met maandag zo rond de 8 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.